Bij Power Unlimited krijgen we dagelijks tientallen vragen binnen van mensen die tegen problemen aanlopen met hun console. En vandaag hebben we er een van Jermaine. Zijn PlayStation 4 klinkt alsof er een raket komt overvliegen. Hoe los je dat op? Nou Jermaine, je bent zeker niet de enige met dat probleem. Veel mensen hebben namelijk last van stof in hun PlayStation 4. We hebben al een keer een video gemaakt hoe je je PlayStation 4 Pro openmaakt en hoe je die schoonmaakt. Dus als je bijvoorbeeld perslucht hebt. Nou, vandaag gaan we dus laten zien hoe je de originele PlayStation openmaakt en grondig schoonmaakt. We gaan de PlayStation 4 openschroeven en als je dat doet ben je wel je garantie kwijt. Dus dit is volledig op eigen risico, maar mocht je de stappen volgen, dan kan eigenlijk weinig misgaan. Het eerste wat we gaan doen is deze kapper afhalen en dat is vrij simpel. Je hebt hier de glimmende laag op de PlayStation en die kan je eigenlijk gewoon losdrukken met je duimen. Kijk, dat doe je zo. Hop, dan voel je hem al losklikken en dan haal je hem er zo vanaf. Doe het wel voorzichtig. Want het is en blijft plastic. Zo, dan is hij er al vanaf. Kijk, en als je die kap eraf hebt gehaald, zie je hier al je harde schijf zitten. Dan kan je hier ook kijken, oh, zit hier al stof in de weg? Moet het schoongemaakt worden? Dan is dit je kans om het schoon te maken. Maar waar wij vooral op gaan letten, is de onderkant van je PlayStation. Dus deze kan er eigenlijk wel weer op. Zo, als je die kappen weer op hebt gezet, dan ga je je PlayStation omdraaien en er zit verstopt achter stickers, ik heb ze er al van afgehaald, zitten de schroeven die open moeten. En die moet je openmaken met een speciale Torx schroevendraaier, maatje nummer 9 en van de speciale safety variant. Je moet namelijk een gaatje in het midden zetten, anders wordt het lastig open krijgen. Je krijgt ze ook wel open met een platte schroevendraaier. Ja, een beetje wurmen, passen en meten moet lukken. Maar het makkelijkste is gewoon met een safety Torx. Zo, die draai je er zo uit. Leg ze op een plekje neer dat ze niet zomaar weg kunnen rollen zodat je ze straks kwijt bent. Dat gebeurt mij nog wel vaak namelijk. Zo, als je die onderste 3 eruit hebt gehaald, kan je hem eigenlijk zo loshalen. Doe het weer voorzichtig, het is en blijft plastic. Hartstikke idee. Hier is de onderkant van je PlayStation. Het eerste wat we dan gaan schoonmaken is eigenlijk de kap van je PlayStation. Zoals je misschien wel ziet, verzamelt zich er ook stof. En wat je dan gaat doen, je pakt een busje met perslucht. Zo'n eentje. Je kan het ook met een zachte doek doen. Zo. Even goed schoonmaken. Het is toch die machine waar je misschien wel elke dag op aan het rammen bent. Hartstikke idee. Dan leg je deze even aan de kant. Dan pakken we zo weer. En dan zien we hier een vennetje. Daar zit vaak stof tussen. Maar ook hier bij de voeding. Die gaan we er ook even uithalen. En die zit weer met Torx vast, maar ook met 2 normale schroeven. Met hier 2 driehoekige metalen plaatjes. Dus die gaan we er eerst even uithalen. En wat we nodig hebben is een kruiskop. Kijk, het zijn best wel lange schroeven. En belangrijk om te onthouden is, dit metalen plaatje wijst naar binnen. Zo, als je die 3 torkjes en die 2 schroeven eruit hebt, dan kan je hem er zo uithalen. Kijk, je moet hem er zo recht uittrekken. En let op, hier zit hij nog vast met een kabel. Dus die kan je eruit halen, maar je kan hem er ook gewoon zo naast leggen. Zo, en nou ligt hij helemaal open. En dan kunnen we nu beginnen met het schoonmaken. Ik begin met een wattenstaafje en de fan. Die gaan we even goed stofvrij maken. En als je dat hebt gedaan, pakken we het busje persspray erbij. En spuiten we de rest van de stof weg. Nou, heb je hem helemaal stofvrij gemaakt, dan kan je hem weer in elkaar gaan zetten. Dus eigenlijk precies het omgekeerde van wat je net hebt gedaan. En dan schroef je hem weer helemaal vast. Yes, dat was de laatste. Nou, hopelijk heb ik zo je vraag kunnen beantwoorden, Jermaine. En klinkt je PlayStation 4 niet meer als een straaljager die overkomt denderen, maar als een Tesla die langs zoeft. Heb je nou ook een vraag voor Dr Console? Drop die hieronder in de reacties en misschien zie je het antwoord op jouw vraag volgende week wel in een nieuwe video. En vond je dit een fijne video, dan help je ons heel erg door een duimpje omhoog achter te laten of te subscriben op dit kanaal. Nou, hier mooi schoon. Hè? Gaan we lekker Warzone spelen.